Een maand geleden werden fans van het programma Urk verrast door het nieuws van Greetje Hakvoort. Ze deelde met haar vader het opmerkelijke nieuws dat de liefde opnieuw in haar leven was opgebloeid. Echter, de identiteit van haar nieuwe liefde bleef tot nu toe gehuld in mysterie. Vandaag heeft Greetje besloten om enkele sappige details te onthullen over haar kerstverse liefde, die zich als een betoverend hoofdstuk in het hart van Urk ontvouwt. Het verhaal begon zich te ontvouwen toen Gretje schade aan haar huis ontdekte en de expertise van een professional moest inschakelen. Wat volgde was een magisch moment van liefde op het eerste gezicht. We hebben twee maanden lang ons geheim weten te bewaren, deelde Greetje enthousiast met shownieuws. Maar zoals het gezegde gaat, je kunt niet eeuwig verborgen blijven. Uiteindelijk verspreidde het nieuws zich als een lopend vuurtje door het pittoreske dorp. Opmerkelijk genoeg heeft Greetje haar nieuwe liefde al voorgesteld aan haar ex, Januari. Samen zijn ze met haar vriend koffie gaan drinken en tot grote opluchting van Gretje klikte het wonder wel. Jan was blij dat ik hem op de hoogte had gebracht. Alles verloopt goed tussen hen, onthulde Gretje met een glimlach. De spanning en nieuwsgierigheid rondom Greetjes liefdesleven blijven groeien en de inwoners van Urk kijken rijkhalsend uit naar meer ontwikkelingen in dit onverwachte liefdesverhaal.